Welkom bij de NEC-update vanuit Driel. Ja, want daar werd de wedstrijd tussen NEC en Olympiakos gespeeld. Dat zou eerst in Maurik bij Tiel gebeuren. Maar ja, omdat de communicatie niet helemaal op één lijn lag tussen de Griekse en de Nijmeegse club, werd de wedstrijd last minute verplaatst naar Driel. NEC verloor de wedstrijd met 0-2, maar speelde op zich een aardige wedstrijd. Vond ook Bram Luiting. Dat denk ik ook. Alleen zoals wel in de andere oefenwedstrijden die we hebben gehad, verliezen we hem weer door eigenlijk eigen fouten. En dat is dan misschien, nieuw seizoen. Je komt weer erin, speelt tegen goede tegenstanders. Kijk, vorig jaar speelden we tegen lage tegenstanders en dan kan je die fouten maken. Nu als je tegen goede tegenstanders speelt en je maakt een fout, dan is gelijk een goal. En dat heb je ook vandaag weer gezien. Maken we twee fouten en komen twee goals uit. Ik denk dat we zelf ook nog wel wat kansen hebben gecreëerd. En daar ontbreekt het nu wel een beetje bij ons aan, hoor. Om ook in de afgelopen wedstrijd om dan te scoren. Dus dat moet wel beter. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen waar we goed naar moeten kijken. Hè. Dus geen fouten meer maken. En ook naar de goal wat gerichter zijn, denk ik. Ja, allemaal leuk en aardig, dat leuke spel. Maar ja, dan moeten er uiteindelijk wel doelpunten gemaakt worden. En dat gebeurde er vandaag niet. En dat is toch wel de vraag, frustreert dat niet een beetje? Dat er eigenlijk geen echte afmaker in het team staat? Ja, dat is ook wel. Kijk, je speelt nu ook zonder spits. Hè. Ik denk dat we al een spits nodig hadden, omdat we maar één spits hadden. We hebben vorig jaar ook heel lang met één spits gespeeld. Op een gegeven moment kwam gelukkig Silla erbij. Nu is Kokkie ook nog eens een keer geblesseerd en dan heb je gewoon geen spits. Dus daar moet zeker wat bij, maar dat weet iedereen. Daar zijn ze hard mee bezig. Ja, goed, ik denk dat we allemaal weten dat het brood nodig is. Alleen ja, dat duurt soms even wat langer dan we hopen of dan dat we zouden willen. Geduld is dan een schone zaak? Ja, en ook gewoon doorgaan met de dingen die je doet. Ja, uiteindelijk als we een spits krijgen, die zal ons ongetwijfeld beter gaan maken in dat laatste werk wat jij net zegt, in het meevoetballen. En voor de rest moeten we ook gewoon werken en ook ritme en conditie opdoen. Dus ja, dat is onderdeel. De spits lijkt eigenlijk de enige plek te zijn waar nog een probleem aan is. Voor de rest ziet het er allemaal aardig uit. Conditioneel ook wel sterk op het einde dat jullie nog wel wat kansen wisten te creëren. Ik denk dat jullie er beter voor staan dan vorig jaar. Zeker op het fysieke vlak. We hebben ook een iets grotere groep, ook omdat we een aantal jongens van onder 21 erbij hebben. Dus dan kun je ook wat makkelijker 11 tegen 11 trainen. Ik vind wel dat we voorin nog licht zijn. Ook als je letterlijk kijkt, we hebben twee jongens van 19 op de zijkanten. Dat zal niet elke week top zijn. Dus daar moeten we ons echt wel zontjes dan geblesseerd op dit moment. Maar ik vind dat we ons daar ook nog moeten versterken. Maar nog steeds zijn er veel punten om aan te werken, hoor. En we weten dat we volgende bak moeten in het begin van de competitie. Dus we moeten ook wel verder zijn dan vorig jaar, als ik eerlijk ben. We moeten gewoon nu stap voor stap. Ook die laatste oefenwedstrijd moet je daar gericht naar kijken. En die aandachtspunten, daar moet je goed naar kijken. Zodat je klaar bent voor de competitie. Hoeveel waarde hecht je dan nog aan uitslagen? Want het gaat natuurlijk om wat je laat zien, het gevoel wat je meeneemt. Maar een uitslag helpt daar dan denk ik toch ook wel mee. Nou, kijk, ik snap wel dat je wil winnen. En ik wil ook winnen, hè, natuurlijk. Alleen vorig jaar hebben we alles gewonnen in de voorbereiding. En dan heb je een verschrikkelijke start van de competitie. Lag ook aan de tegenstanders in de voorbereiding. Precies, dus dat. Dus, maar dan win je dus. En dan denk je dat het allemaal goed is. En vorig jaar hadden we het er ook over in het team. Je wil soms ook wedstrijden verliezen. Je wil sterke tegenstanders hebben waar je kansen tegen krijgt. Zodat je dan situaties kan herkennen in een competitie. En dat hadden we vorig jaar niet en dat krijg je nu dus wel. En ik zeg niet dat je wil verliezen, hoor. Maar dat is wel, je krijgt betere tegenstanders. En dat is gelukkig deze voorbereiding wel. Alleen wat ik zeg, we moeten minder fouten maken. Ja, er waren vandaag geen supporters bij, net zoals alle andere wedstrijden. En dat is niet alleen voor de supporters vervelend, maar ook voor de spelers. Bram Luiting en Rogier Meijer zijn dan ook wel blij dat tegen Le Havre eindelijk weer met supporters kan worden gevoetbald. Ja, tuurlijk. Weet je, dan is het toch weer net iets anders dan de ambiance is dan anders dan nu. Dat is ook aan het eind van de oefenperiode altijd lekker. Nou, daar moeten we dan toewerken naar Twente. Maar het is fijn dat we nog een oefenwedstrijd hebben in het stadion. Met de ruimtes, met het publiek erbij. Je mist wel een beetje het publiek. Je mist dat sfeertje. Hè? En we hebben ook geen oefenwedstrijden met publiek gespeeld. En dat is jammer voor het publiek. Ook voor ons is dat soms leuk. En dan krijg je een beetje een bepaald sfeertje. Daarom is het wel lekker dat we volgende week in ons stadion spelen. En dan weer toewerken naar het begin van de competitie. Dus ik denk dat het wel lekker is. Ja, dat was hem alweer. De NEC-update vanuit Driel. Volgende week zijn we er weer met de wedstrijd tegen Le Havre. En de open dag op 3 augustus. Dus wil je er niks van missen, kijk dan even op RN7 en dan zie ik jullie de volgende keer. Tot ziens.